Jongens en meisjes, voordat de video begint wil ik jullie iets vertellen. Ik ga namelijk in deze video mensen op mijn auto laten tekenen. Insane, superleuk en heel erg gek. Maar ik kies echt specifiek voor wie ik op mijn auto laat tekenen. Dus het is totaal niet de bedoeling dat er random mensen die naar deze video kijken of hoe dan ook, wie dan ook, het maakt me niet uit, dat jullie er ook zomaar op gaan tekenen. Dus doe dat alsjeblieft niet. Ik kies namelijk specifiek een paar mensen uit die gewoon op mijn auto mogen tekenen. Ik wil natuurlijk niet dat iedereen zomaar op mijn auto gaat tekenen, want dat gaat natuurlijk fout. Dus na het kijken van deze video, als je mijn auto tegenkomt, alsjeblieft teken er niet op. Hij is super leuk geworden, de video, dus ik wens jullie veel kijkplezier en ga er gewoon van genieten. Het is insane. Wie heeft dit ooit gedaan? Ik heb geen idee, maar het is heel erg leuk. We zijn voor deze hele speciale en rare video bij de eerste kandidaat aangekomen. Namelijk Enzo. Hij komt zo meteen naar buiten, als het goed is. En hij heeft mijn auto sowieso nog helemaal niet gezien. Dus hij weet al niet hoe de wrap eruit ziet. En dan daarna mag hij er dus ook nog op gaan tekenen. Dat heb ik hem al verteld. Hij weet al af van het idee. Maar het is zo raar. Ik ga gewoon mijn auto laten bekladden. Wat? Dat heeft volgens mij echt nog nooit iemand gedaan. Gewoon expres. Het mag alles zijn. Mag er zelf op tekenen wat je wil. En daarvoor heb ik ook deze stift, hè. Kijk hoeveel ik er heb gehaald. Permanent marker. Ik hoop dat het blijft zitten. Mijn auto die is natuurlijk al een beetje vies geworden. Maar maakt niet uit. We gaan gewoon mensen erop laten tekenen in deze video dus. En de allereerste kandidaat wordt dus Enzo. Je ziet er zo grappig uit. Gaas, je hebt best vet haar. Ik vind het nog niet. Ja, oké. Is net gedaan. Ja, lijp. Heerlijk, man. Ja. Is hij nou mat of niet? Dat weet ik zelf ook niet. Het is een beetje, volgens mij heet dat paramour. Ja, dat zei Isa ook al, ja, die kleur, ja. Ja, er zit een beetje glinstering in, maar ja, de zon is er nu niet, dus dan zie je het niet zo goed. Je ziet nu al een beetje een soort van paramour glinster. Ja. Kijk, ja, zo zie je, ja, het echt precies. Vet goed. Ja. Dus volgens mij is het paramour, hoor. Maar het is echt gek, want mijn auto hiervoor dus. Kijk, ik zie nu geen verschil meer met mijn hiervoor kleur. Maar die was echt zo anders. Ja, dat was wel anders. Hoor. Ja, die was echt anders. Ja, dat was zeker anders. Gaaf, man. Ja, hij is wel leuk, hè? Ja. Ik ben er ook wel blij mee. Maar bro, wit, hoor. Wit in dit seizoen is echt gewoon de hel, hè? Ja, je ziet het al gelijk. Ja, je ziet het. Echt niet best, klopt. Het is niet normaal hoe vies dit wordt. He, wat zijn dit voor drie? Oh, hier moet je logo nog. Ja, maar die was nog niet klaar. Oh. Die wilde ik zwart hebben in plaats van chrome. Ah, ik denk al, wat zijn die drie stipjes? Ja, daar moet logo inderdaad. Ah, oké. Okay. Dat komt nog. Maar ja, en, nu gaan we iets leuks doen. Wanneer krijg je een cursus voor inparkeren? Ja, dit was even express, maar het was moeilijk door deze auto, joh. En toen dacht ik. Niet alleen door die, hoor. Bro, kijk hoe deze up staat. Ja, die staat ook over de lijn, maar. Kijk, dat is de kleinste auto die er is. Dat kan echt niet parkeren, hoor. Nou, het maakt ook niet uit. We gaan gewoon iets leuks doen. Ik ga zo meteen weer weg. Ja. Maar kijk, ik heb dit gekocht. Want we gaan dus op mijn auto tekenen. Ga je dat nu al doen? Ja? 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 Oké, okay, ik vind het goed. Dus je mag kiezen welke je allemaal wilt. En kijk, ik zat dus te twijfelen, hè. Ik vind hem zo vet, mijn rap, dat ik eigenlijk zonde vond dat er op getekend ging worden. Ja. Maar dat was wel het idee. Ja. En dat vind ik nog steeds superleuk. Alleen, toen dacht ik, laten we beginnen met de motorkap. Oké, is goed. Dus alleen de motorkap. Ja, maar dan kan ik altijd de motorkap vervangen qua rap. Dat is heel makkelijk. Zo, je haar is grappig. Ja, dat is makkelijk. Dus ik dacht, dan kan ik hem nog vervangen als het echt stom wordt of zo. Maar wil je meerdere handtekeningen of alleen die van mij? Nee, ik wil echt letterlijk, maakt niet uit wat je wilt schrijven, niet per se handtekening, mag letterlijk alles zijn wat je wil. Ja? Alles. Wil je ook van meerdere mensen? Ja, van heel veel mensen. Want ik heb wel wat mensen binnen zitten. Ja, laat ze allemaal maar komen. Ja. Hey, Jurien, Myron, Daniel. Komen jullie even handtekening zetten op Quinn's auto? Oké, kom maar. Ik heb huissleutel. Weet je hoe raar dat klinkt? Raar. Ja, dat is heel raar. What the fuck? Er staan meerdere ramen open, maar dat is echt heel raar om te horen. Gewoon een dikke Mercedes. Ja. Ja, daar gaan we er wat moois van maken. Ik denk. Ja, ik hoop dat het goed blijft zitten en zo ook. Ja, en dat je er goed op kan. Nou, het is getest op de ramp, maar toen die nog niet op de auto zat, zeg maar. Okay. En dat ging wel gewoon goed. Als je er niet gelijk overheen wrijft, blijft het ook zitten. Nou, jij mag gewoon de eerste stap zetten. Je mag gewoon op mijn auto tekenen, gast. Ja, mijn handtekening is al zo ontzettend oud. Die is eigenlijk nooit veranderd. En ja. Dan wordt die rap nog geld waard zelfs. Ik weet niet of een handtekening leuk is. Ik vind misschien een knolpauwlogo kan ik geen eens goed namaken. Dan moet ik eigenlijk een keer een cursus vervolgen. Ja, dat zou ook wel vet zijn, ja. Maar ja, dat kan ik niet goed. Dus misschien is het wel gewoon vet om iets van een smiley erop te zetten. Ja, je mag het zelf weten. Het is helemaal aan jou. Ik heb geen inspraak erop.
Je hebt geen rode stift of zo. Anders doet één streep zwart, één streep rood. Nee, ik dacht nog misschien moet ik kleuren inderdaad meenemen. Maar. Ik heb het net gedaan, dus misschien zit er nog wat verf in en doe ik gewoon dit. Dat zou wel echt vet zijn. Zie je wel dat ik ook mijn schoen. Ja, je bent helemaal zo gekleed. Kijk dan. Onderbroek. Ja, echt vet hoor. Zwart-rood. Ja, dat maakt het leuk. Kijk, ik vind het nou niet heel mooi, maar je haar, maar het maakt het wel leuk. Ja, ja. Het is natuurlijk met een knipoog naar knolpower. Ja, precies. Nee. Hallo jongens. Dus, ja, ik vind het wel grappig. Ja, niet heel mooi, niet maar... Dus vandaar dat ze zeggen wat vet is. Niet heel mooi, maar wel grappig. Het is leuk. Yo jongens, we gaan dus om mijn auto tekenen. Ja, we mogen allemaal een kabeltje zetten. Ja, laat ja. Die als eerste doen. Dus, ja, het liefst die al eigenlijk als enige, want ik vind de rap zo vet zelf, dat ik een beetje zonde vind en de motorkap kan je heel makkelijk vervangen. Ja, dat snap ik, maar... Je hebt, het is een beetje paramour achter. Ja, hey. Hey, je wist het, jij wist het, ja, ja, je wist het. Ja, ik vind hem echt vet, maar ja. Groot of klein? Ja, wat jij wil, een hele motorkap. Ik zou echt hier een grote vis. Ja, maar die, jawel, want hij kan het zo goed tekenen. Hier. Ja, maakt me echt niet uit. Druk, hè? Ja, hij doet het goed ook, hij doet het goed ook, hij pakt. Gast, dit is zo raar om te zien, iemand die gewoon op de auto ja. Komt, what the fuck. Ja, maar hij weet wel dat Daniel nu een kunstwerk gaat maken en dat alles wat hierna komt gewoon niet zo goed zou zijn als Daniel. Nee, ik ga niet eens een tekening proberen te maken. Ja, nu denk je echt, wat wordt dit? Ja, dat is altijd zo. Ik weet iets. Ja, ik weet iets wat ik ga doen. Oké. Okay. En ze doet niet wat ik dacht dat hij ging doen. Ah, hij doet een stickman. Hij doet een stickman! Maar dit is gewoon, zeg maar, vijfjarig kind zijn gedachte. Alleen, dat is altijd bij mij blijven hangen. Ja, mijn gedachte, ja. Zo is Enzo een heel ander persoon. Oeh, maar die is wel nice. Dat is een nice hondje. Ja. Wil je dunner of niet? Voor die ogen en zo. Gewoon ja, die. Dankjewel. Denk mee. Ondertussen gaat Daniel ook wel lekker. Tuurlijk. Kijk. Ik ben bang dat ik overheen veeg. Dat het dan... Ja, als het goed is, na 5 seconden ongeveer blijft wel redelijk. Dan is het droog. Het is best wel warm ook. Dat is de volgende ASO. Dat is de volgende ASO. Zo. En ze doet echt alsof die Picasso is. En Daniel die staat er echt heel smooth bij. En Enzo die doet echt alsof die schilder is. Het had juist andersom gemoeten. Nee, maar ik ga hier niks aan veranderen, weet je wel. Dus gewoon... Hij is mooi zo. Ja, hij is mooi. Hij stond nog een half uurtje even zo te kijken. Ja. Ga ik nog iets doen, ja of nee? Vis, hoor. Want... Oh my god, hoe dit aansluit? Tekstballonnen. Nee, maar dat is wel bizar. Met een gek tongetje. Kijk hoe dit aansluit. Ja. Niet normaal. Bijvoorbeeld. Oh, je kijkt hoe vet die wordt. Oh, Daniel! Ik heb gewoon kunstwerk nu op mijn auto, hè? Dit is het lijkt ook nog echt op een tong dan gelijk. Ja, maar let op als die af is, hè? Heb je hem? Kan je ze achterkant nog optekenen? Ja, tuurlijk. Zo, het is koud eigenlijk. Ja, maar Enzo, je handtekening moet er dan ook nog op, hè? Ik ga hier zo. Hij zit echt gewoon rustig. Als ik nu... Ja, ik zou ook even weer gaan, hoor. Oh, hij heeft zo'n standje. Zo! Hij is lijf, hoor. Hij is wel vet. Ja, deze is dik, hoor. Is dat zijn haar? Ja, dat is vet, hoor. Oh, je broek zat een beetje te strak daarvoor. Bijna schoon, ja. Bijna. Ja, dit is dik, hoor. Hey, lijf gast. Oh, hij is ook lekker warm in motorkap. Mooie stickman. Moet hij niet schoentjes aan ook? Nee. Nee, dan ga je te ver, hè? Nee, hij is bang dat hij dan verpest. Oh, kijk hoe vet. Ja, die vis is echt dik, hè? Ja, het is echt gruwelijk. Hey. Ja, erg bizar. Ja, maar ja, Daniel moet ook wel goede vissen kunnen tekenen. Want hoeveel vissen heb jij wel niet in je leven gezien, Daniel? 100 miljoen miljard. Leuk is ook dat Daniel heeft nog niks gezegd behalve dat net. Hij is zo geconcentreerd bezig met dit. Niet storen. Maar ik vind het zo sick dat je zo'n tong zo goed kan tekenen. Dat je zo duidelijk ziet dat het zo'n tong is. Ja, zo. Dit lijkt net zo'n dingetje in je huig. Dat klokkenluid van Notre Dame. Knokkenluid van Notre Dame. Hier zo. Ik wil jou uitdagen, terwijl Daniel nog bezig is en Jur nog iets gaat zetten. Ga ik nu iets zetten? Ja, blijkbaar. Boterkaas en eieren. Ja toch? Dan heb je die ook alvast. Ja, gewoon met die dikke. Ja, kijk. Okay. Oh, deze moet je draaien, hè? Nee joh gast, je moet gewoon trekken. Echt? Ja, maar je moet vaker naar sportschool jij.
Ik zat zo. Je had al het voorwerk gedaan. Ja, oké, boterkaas en eieren. Je weet hoe het werkt? Doe jij maar even het begin. Want jij kan mooie strepen zetten, heb ik net gezien. Ik heb zo koude handen, holy. Oké. Okay. Oké. Ja? Ja. Ik ben de X. Of het rondje. X. Oké. Prima. Ja? Ja. Oei. Oei. Ah, het zou vervelend zijn als geen winnaar uitkomt, toch? Nee, ja. Nou, dat jij zelfs bij dit spel lang gaat nadenken. Ja, en zo denkt overal lang mee. Winnersmentaliteit bij alles wat ik doe. Echt waar. Ook als speel ik tegen een 3-jarig kind. Gewoon, ik heb mijn moment nodig. Savage. Oké. Okay. Wow, kijk die handtekening van Daniel. Kijk. Top. Deze is vet. Leuk. Is we hebben een mooie tekening. Ja. Oké. Okay. Ja, deze ken ik. Mag ik een pie dat tekenen? God, die kan die ook heel goed. Nee, die ene man met die penisneus. Ik kan ook wel snel een meneer maken, speeddrawing. Even boterkaas en eieren, jongens. Gast, ik was juist door je over na te denken. Gast. Is Quinn begonnen? Ja. Oh, ja, dan kan je nog niet meer winnen. Nee. Jij hebt al gewonnen! Quinn heeft al gewonnen! Ja. Wat een lul! Ja. Wat doe jij? Ja, hij heeft al gewonnen. Je kan al niet meer winnen. Ik kan al niet meer winnen, kijk dan! Oh nee! Ja! Die is echt lelijk! Ja, hij deed het niet, wacht. Oh, Milan komt ook kijken. Nou, dan kan je ook meteen Milans hand tekenen. Ja, oh, meteen Milan. Dat is toch handig, hè? Mag ik nog een lelijke meneer tekenen? Nou, je kan. Ga maar. Gast, ik kan niet winnen. Ik kan serieus niet winnen. Nou. Nee, maar het is toch leuk dat je wint op je eigen auto? Ja. Ja, dat is wel leuk, ja. Ik begon even te twijfelen of je het wel zag of niet. Oké, en dan laten we het zo. En dan zet ik hier zo bij, als je het goed vindt met mijn handschrift. Zo van, Quinn is X, Enzo is 0. Ja, dan zien ze ook wie is. Ja, 0. Dan zet ik dat hierboven. Rondje 0. Oh, rondje, oké. Mag ik nog snel een 1 minuut een meneer tekenen? Ja, doe je dat. Oh ja, hij kan ook zo goed meneer tekenen. Maar je lelijke meneer? Maakt mij niet uit, doe dat hier. Even bij. Hoe doe je dat zo snel? Oh. Je maakt hem ook weer groot, die kerel. Jeetje. Oh, die wordt heel groot. Kijk, ja, nice. Leuk. Deze is af. Hoppa, we gaan goed, hè? Ja, we gaan goed. Eigenlijk is de motorkap al helemaal vol. We zijn alleen de motorkap, maar ik denk dat je bij de volgende de andere mensen of de andere kant op kan. Ja, shit. Oh, deze wordt zo vet, Daniel. Deze wordt zo gruwelijk. Ja, maar je ziet ook dat hij dit vaak heeft gedaan, want hij kent al die lijntjes uit zijn hoofd, hè? Ja. Maar hij deed ook echt, binnen 3 seconden had hij ongeveer het helft van het hoofd al. Dat is toch bizar? Ja, dat is wel bizar, ja. Wil je ook tekenen op de motorkap van Quinn? Wat gebeurt hier? Ja. Iets neerzetten. Ja, weet ik niet, of ik dat wil. Oh, fijn hoor, dat is een kakje. Ja, dat is Milan. Ja, mooi. Zie je gelijk, toch? Ja, het is dat er een vis voor staat, anders had hij nog zijn hele keelappel ook gehad. Nee, lekker man. Nou, Jur, Milan en Myron nog. Hij heeft nog een beetje van die gebroken. Nou, ik ga gewoon mijn naam erop zetten dan, ja? Doe dat. Oh, maar. Ik heb Pikachu. Ga je dat proberen? Ik ga proberen Pikachu te tekenen. Serieus? Ja. Oh, dat zal wel sick zijn als het lukt, hoor. Alleen ben je zo goed in tekenen? Ik kon het wel voelen. Oké. Dus, maar het is niet mijn auto. Gewoon proberen. Nou, en Myron die gaat... Oh, dit is gaaf. Check wat ze doet, bro. Dit is geniaal. Oh, holy. Ja, die is leuk. Dat is echt lachen. Ja, dat vind ik echt heel vrouwelijk. Ja, dat is wel heel vrouwelijk, ja. Ja, dat is wel lachen. Maar waarom doe je dit precies? Want je hebt gewoon geld veel zo. Kijk, mijn auto die was eerst ook wit, maar ik heb hem wit laten rappen. Oh. Dus het is een rap. Dit is een rap. Ja, gelukkig wel. Oh, ik dacht dat jij ook een dak in je, of een deuk in je dak had, maar dat is ijs, of niet? Nee, ja, dat is niet zo. Of ik wist het nog niet, maar... Oh, nee, maar kijk, hij is dus van die glinsteren zitten in de wereld. Dit is wel geniaal, hoor. Dus nu dacht ik, hoe vet is het nou als mensen op mijn auto laten tekenen? Ja, nu ga ik gewoon mijn naam erbij zetten, denk ik. Je hebt nog op mijn auto getekend. Ik niet. Nee, dat is echt bizar. Kan niet echt nog iets maken hiervan. Ja, nee, ik weet ook niet. Ik weet wel ook van... Ja. Zo, Myron claimt even de naam op de auto, jeetje. Holy moly. Oké. Okay. Kaboom. Nice. Maar ik heb eigenlijk ook altijd doe ik hier zo'n hartje erbij. Dus die moet dan zo hier lopen. Oh ja, eigenlijk mocht je niet eens op de motor. Dit is geen eens de motorkap.
Ja, het was al gebeurd toen ik het zag. Dus oh my god! Oh, wat? Het mocht alleen op de motorkap. Jij doet toch uit. Ik besef me dat nu alvast. Maar ja, toen was het al gebeurd. Toen dacht ik, nou ja, jammer. Ja. Oh shit, hé. Hey. Doet ja, ze gewoon het naar. Maakt niet per se uit, alleen nu blijf ik er wel mee rondrijden. Laat maar dit stukje kun je ook makkelijk rappen, hoor. Oh my god. Jongen. Zo, maar dit is wel geniaal, hoor. Hello. Ik ga snel tekenen en jij moet gewoon, als je denkt dat je het weet, moet je gelijk zeggen wat het is, ja? Nee, hij krast je hele auto vol, hè. Ja, hij vindt het leuk. Hij heeft al twee mega kunstwerken. Ja, ik heb nog een kleintje. Oké, dus moet ik het zo snel mogelijk zeggen? Ja, als je, ja, klopt. Raden. Oh, het is zo'n hond. Ah, hou je op, man. Ja, maar dat ik denk flappen. Hond. Kijk, hond. Wat is het? Wat gaat het worden? Een hond. Of een poes. Of een konijn. Ik denk een prostituee. Oh, ook echt zo'n worstenbroodje. Kijk, hond! Ja! Het is een doggy! Oh, had jij verwacht dat je zoveel op je auto zou krijgen? Nee, ik dacht, jij komt ook alleen. Dus ja, misschien, jij doet wel soms een beetje overdreven. Dus misschien kwam er wel iets op. Maar hij is nu ongeveer al voor de helft. Ik heb het nog echt netjes gedaan. Hij is ook lekker bezig, hoor. Wow! Die is goed, hè? Komt een Pikachu, jongen. Check die van hier. Die is echt wel geniaal. Hij is wel vet, hoor. Hij is echt wel vet. Heb een oortje in kleuren. Iedereen denkt dat Enzo dat gemaakt heeft waarschijnlijk met Pika. Ja, van Pika. Oh, dit is wel vet, hoor. Ja, alleen. Ja, nice. Weet je wat ik hier wou doen? Ik wou zo'n pijltje doen en dan met de andere. Ik mag hem niet, omdat hier natuurlijk altijd iemand naast zit. Oh, ja. Die moet je doen. Ja, hier zo. Dit is geniaal. Oké, Milan heeft echt geniaal idee. Maar je moet eerst deze kijken. Wat hier staat aan de zijkant. Deze mag je wel zien. Dat zou geniaal zijn, ja. Ja. Zou dat gebeuren? Zou dat gebeuren? Ja, denk het wel. Ja. En ik ga heel vaak van links. Dat is mooi. Ja. En als je dan mensen inhaalt, dan is het gewoon, hey, toeteren, hey. Maar je moet even niet kijken. Hij heeft nog een idee. Deze is echt leuk. Die moet je echt doen. Maar wel duidelijk. Ja, wel duidelijk. Wow, dit is zijn lichaam. Oh mijn god, dat is geniaal. Hij gaat zitten op de vis. Hij blijft maar doorgaan. Wat een kerel. Ja, geef Daniel nooit een pen. Staat het er duidelijk genoeg? Ja. Een beetje rare G, hè? Ja, een beetje rare G. Maar en die pel, ja, dit is wel leuk, hoor. Zie je hem? Degene die naast jou zit. Ja. Kijk die van Daniel. Hij zit gewoon op die vis hier. Geniaal. Dat is echt geniaal. Wow, maar kijk ook op beeld hoe slecht deze eruit ziet vergeleken met gewoon de rest daar. Dat is echt super slecht. Ja, dit is mooi, man. Dit is helemaal top. Nou, dit is in ieder geval. Ik ben ook echt blij dat je Marvin een stift hebt gegeven, want. Gewoon alleen op de motorkap. Ik heb al sorry gezegd al twee keer. Maar heel eerlijk, dit ga je er toch niet afhalen, want het is nu al zo vet met. Ja, het is zo leuk, wel, dat is wel. Het is wel echt heel leuk. Maar kan je dit afhalen zo en dan opplakken? Ja, sowieso wel. Nee, denk het niet. Nou, bro, dit gaat uit elkaar. Dit gaat stuk. Ah, dat is wel jammer. Ja, moet gewoon een hele nieuwe motorkap op. Ja. En gewoon deze ophangen op je muur. Oké, bro, jij moet naar de kapper, hè? Ja, ik ga naar de kapper. Oké. Hey, jongens, heel erg bedankt voor het tekenen. Ja, geen probleem. Tof. Nou, de grootste shout-out naar Daniel, denk ik. Ja, ben je klaar? Ik kom hier met die stift, anders blijf je maar doorgaan. Ja, jullie hebben allemaal leuke dingen gemaakt, serieus. Mooi zo. Ik ben er echt blij mee. Ja, het is ook nog echt vet geworden. Ik dacht, iedereen gaat stomme dingen erop maken, maar hier staan serieus wel echt wel leuke dingen. Nou. Milan als enige. Jij dacht dat er meer zoals Milan waren, maar er was er maar één, dat is Milan. Nou, alsjeblieft, bro. Ja, dankjewel. Oké, volgende kandidaat. Yay. Is Day. Ik ben nog net op tijd, toch? Ja, je bent net op tijd. Ik ben een klein beetje impressed ben van alles wat er zo mooi uitziet. Ja, het ziet er vet uit, hè? Ik kan helemaal niet goed tekenen. Nee, maar je mag ook iets schrijven, hè? Kijk, mijn personal trainer heeft zijn bedrijf opgeschreven. Ja. Dat vond hij leuk. Nou. Oké. We hebben een doek mee, want het regent. Ja, het is allemaal vies en nat. Nat. Dit zijn allemaal verschillende maten. Ja. Dus als je iets wil schrijven, zou ik de kleinste, ja, weet je wel zo. Ja? Ja, dat mag. Oh, het gaat wel heel goed droog op zich. Toch? Ja, maar we moeten wel die er ook nog overheen. Oké. Hebben we hier nog een doek? Nou, niet allemaal rare dingen gaan antwoorden. Oh, zit het naast elkaar. Oké, go. Oké. Snel. Hou vast. Hou vast. Ik heb net nieuwe nagels. Oh.
Wat ga je doen? Oeh, deze is wel heel dun. Oh, hij doet het niet. Ah, nee. Hij is nat. Andere. Oké, die. Ja, maar het komt omdat het nat is, is het moeilijker. Oh. Nou, Dave pest de hele motorkap. Dat zie je wel. Nee. Nee, het ziet er wel leuk uit. Je bent al goed bezig. We hebben een mooi rondje. Je kan er niet gelijk overheen vegen. Oeh, je merkt dat het heel nat is. Nee, ik weet het, lukt niet. Ik ben van het verpesten. Oh, het is nog veel te nat. Oh, het kan niet. Dit wordt niks. Dat gaan we niet doen, want het is zonde. Ja. Zal ik er snel nog vanaf vegen? Nee, dat kan niet meer. Nee? Nee, je kan nu beter laten opdrogen. Maar dan laat ik het opdrogen en dan maak ik het een andere keer af. Ja. Ah, nou, is wel heel lelijk. Het lijkt wel een soort hele rare piemel. Nee, dat lijkt niet op een piemel, laat maar. Goeie. Hier. Ja, we doen het een andere keer afmaken. Kom maar een keer langs bij mij, dan gaan we het afmaken. Ja. Nou, daar gaat ze hoor. We gaan door waar we gebleven waren tijdens de regen. Ja. Oh, gek. Dit is zo onnatuurlijk. Ja, voelt raar hè? Dit hoort niet. Ik ben echt wel benieuwd eigenlijk wat je gaat tekenen. Ja, ik ga eerst even de randje bijwerken van het bordje. Want ik had eerst echt een hele gekke balzak op mijn auto zitten. Ja. Maar ja, dat wordt nu wel gefixt. Ik ben zo bang dat ik het verpest. Ja, dat is het lastige hè. Moet wel goed. Het kan niet opnieuw. Nee, je hebt geen gum. Oh, konijntje. Nou, wel weer een mooie tekening erbij. Dit is echt oprecht het enige wat ik kan tekenen in mijn leven. Wat is dit? Oh, een apie. Ja, ik zie het. Dat ben ik. Ik vind hem een beetje verpest door de regen. Ja, maar het is niet slecht. Nou, Daddy heeft een mooie aap gemaakt. Sick. Geniaal, zo'n groot hoofd, heel klein lichaampie. Hoppa. Mooi hoor. Apie. Nice. Hoppa. Sick. Mooi gemaakt. Nou, hij is leuk. Niet helemaal zoals ik hem had verwacht. Maar het is niet slecht. But I did my best, bro. Ja, het ziet er goed uit. Kijk, deze tekening ga ik natuurlijk niet overtreffen, maar daar heb ik me bij neergelegd. Ja, dat snap ik ook wel. We zijn bij de volgende kandidaten aangekomen. Namelijk Isa en Fenna. Jullie mogen iets op de auto tekenen. Lekker bij Luc. Ja, hier is nog een mooi plekje. Mooi plekje. Nou, daar gaat ze hoor. Vind je die een beetje raar voelen? Ja, maar deze is zo'n kutpunt. Nou, waarom pak je die dan ook? Oh, zo, je kan wel heel goed schrijven. Is de... Liefste. Jij kan zo mooi schrijven. Het is echt ongelooflijk. Ja, ik kan ook niet mooi schrijven. Zo, kijk. Hoppa, mooi. Leuk, schat. Maar ik ga ook helemaal... Ja. Oké, Fenna, jij bent. Schrijf je Insta-naam erop. Misschien gaan mensen je wel volgen. Gekke boys en zo. Sluit in de DM. Fenna kan wel iets mooier schrijven dan jij, denk ik. Nee? Ik heb trilhand. Oh. Trilhand. Ik heb zelf nog helemaal niks geschreven, hè? Moet ik dat ook niet even doen? Ja. Kijk, Fenna is bijna klaar. Hoppa. Maar Fenna heeft ook een fijnere stift. Ja, dat is waar. Die heeft wel een goede. Kijk, deze is echt chill. Het is een vierkant. Nice. Oké. Nou, wat moet ik schrijven? Het past niet meer zo erg. Als ik iets groots wil, past het niet echt. Hier zo, Uber Quinn. Zo. Ja, zo. Nee, dat kan ik niet. Wel. Ik wil niet met deze stukken, ik wil die. Boom, bam, bam. Tinky, tinky, taal. Oké, gaan we, ja? Oeh. Zo of zo? De punt. Ik deed dit alleen met de punt. Die ga je niet halen. Of schrijf je eronder? Wow. Hoppa! Dit is wel mooi. Zo mooi. Oké, zou ik nog even eentje doen? Ja. Maar nu wil ik, nee, doe wel gewoon hier zo. Hoppa! Wow. Beetje rare R. Kan ik die nog fixen? Nee. Niet beter geworden. Oké, we gaan. Ja, jammer. Doei. Maar nu lijkt het net of je moet abonneren op Mind Body Connection. Zo, streepie. Hoppakee, we hebben een beetje de mensen om me heen laten tekenen. Natuurlijk gaan er nog veel meer mensen opkomen die kunnen tekenen als ik ze weer tegenkom of bij ze ben of hoe dan ook. Dan gaan we natuurlijk gewoon weer meer mensen laten tekenen. Bijvoorbeeld Don, Mees, gewoon eigenlijk allemaal vrienden van mij. Laten we er natuurlijk gewoon optekenen, maar ik heb ze nog niet gezien. Dus helaas, ik heb al best wel lang moeten wachten met het uploaden. En nu eindelijk is het zover. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Ik vond het echt geniaal, echt heel erg gek om te doen, maar wel heel leuk. Dus dankjewel allemaal voor het kijken en ik zie jullie snel weer bij een nieuwe video.